uitgestrekte eenzaamheid van de Zee van Zand heeft altijd tot de verbeelding van de mensen gesproken. En misschien is dat al de belangrijkste reden waarom er de laatste tijd met de regelmaat van de klok UFO's zijn waargenomen in dit gebied. Of zien ze echt vliegen? Interessant, UFO's in de Hahaha-woestijn. Dat zou betekenen dat we in contact kunnen komen met buitenaardse wezens. Ik moet in actie komen en vlug wel. Hopla! Au! Dat is niet aardig van je. Ik droomde zo fijn van verre planeten. Dommel, dit is het moment om onze dromen werkelijkheid te laten worden. Doei, we open. Niet om het een of ander, maar mag ik je eraan herinneren dat je dit ding nog niet hebt uitgevist? Dat weet ik, Dommel. Dat gaan we nu doen. Oeps, ik moet naar de wc. Maar Dommel toch, ik heb juist alle voorraadkastjes volgestopt met dingen die jij lekker vindt. Oh, dat verandert de zaak. Er is vast wel een wc aan boord. Oh, ik zal er nooit aan wennen dat mijn hondje zo'n grote gulzigaard is. Gauw instappen, Dommel, dan kunnen we vertrekken. Oh, een machtsmannetje. Voelen jullie je wel lekker? Kijk, nou toch eens, het is Balthasar, zeg. Alsof dat niet erg genoeg is. Dat moet je niet meer doen, Balthasar, zonder mijn toestemming in mijn vliegtuig stappen. Oh, iets spijt me, zei me voor. Het was zo verleidelijk met al die knopjes. Dan weet ik het goed gemaakt, Balthasar. Ga met ons mee op zoek naar de buitenaardse wezens. Gaan jullie op zoek naar buitenaardse wezens? Nou, dat lijkt me lollig. Ik ga graag mee, joh, zei me voor. Dag, zei me voor. Ga je met ons mee? Huh? Oh, dag mevrouw Beatrix. We gaan een dagje naar Zand terug aan zee. Het leek ons leuk als jullie gezellig met ons meegingen. De agent en ik gaan ook mee. Jotte met strand, we gaan mee. Het lijkt me heel gezellig om met jullie naar het strand te gaan, maar helaas kunnen we niet mee. We moeten iets belangrijks doen. Ach, dat is nou toch jammer, zeg. Volgende keer beter. Dag. Veel plezier op het strand, hoor, en pas goed op jullie zelf. Ik geloof mijn eigen ogen niet, Dommel. We gaan vertrekken. Oh, hé, waar is al dat lekkers gebleven? Nee, het spijt me, Dommel, maar ik had zo'n ontzettend honger. Ik had het kunnen weten, bah. Onmiddellijk ophouden met dat kinderachtige gekibbel. Wat? Oh, maar dat is een wervelwind. Wat? Wegwezen, semafoor. Oh, dat zou ik wel willen, Dommel, maar de stuurstang wil niet. Sabotage, jouw schuld. Nog even en we zijn bij het strand. Toch vind ik het jammer dat semafoor en Dommel niet met ons zijn meegegaan. Wat je zegt, Bobby, en ik had nog wel speciaal voor semafoor mijn nieuwe monokie niet meegenomen. Een piramide en dan is dit de ha-ha-ha-woestijn. Je maakt mij niet wijs dat die windhoos ons helemaal hierheen geblazen heeft. Wes en dan had je wel. En u hoeft alleen nog maar even contact te maken met die buitenaardse wezens. Kom op. Maar zeg maar voor, wacht even. Niet zo haastig, rustig nou. Het is flauwekul. Laten we ophouden met bekvechten. De kijkers, die hebben nu al zoveel gezien. Die trappen niet overal meer in. Maar wij moeten toch iets op beeld krijgen. Anders wordt ons programma geschraapt. Ik wou dat we iets anders mochten doen dan die stomme verborgen camera. En toch is dit een goed idee. Hé jongens, er lopen mensen bij onze piramide rond. Wat? Zeg, ik dacht dat piramides veel groter waren. Ik denk dat dit een landingsplaats van buitenaardse wezens is. Nou, maatje, denk je nog steeds dat de mensen niet overal meer intrappen? Die drie dus duidelijk wel. Overigens, mijn maag begint zeer aards te rommelen. Oh nee! Dit is helemaal geen piramide, dit is een decorstuk. Dit is verrassend. Buitenaardse wezens gebruiken papier en hout. Wat een maf, dat kan best een leuk programma worden.
Misschien kunnen we wel een paar grapen met ze uithalen. Hij is onbeschadigd. Wat is dat, semafoor? Nou, we gaan er natuurlijk van uit dat die buitenaardse wezens de beste bedoelingen hebben. Maar voor het geval dat heb ik dit gemaakt. Oh, nou ik hoop maar dat die buitenmodel haardroger werkt. Niet bang zijn, ik weet wat ik doe. Sorry jongens. Oké. Wij gaan vannacht de Sphinx bouwen die lijkt op die bolle hond. En mag ik dan voor Marsmannetje spelen? Oh, lijkt me prachtig! We zijn eindelijk in Zandrug aan zee. Vlug naar bed, dan kunnen we morgen meteen naar het strand toe. Mag ik nog een ijsje met slagroom? Wat is dat daar? Oh, een wonder! Er is een Sphinx geland! Zou die echt naar de lucht zijn komen vallen? Het zal me worst wezen waar dat nepbeest vandaan komt. Interessanter is de vraag waarom dat rare ding mijn aantrekkelijke snoet heeft. Dat is zo klaar als een klontje. Er zijn buitenaardsen in de buurt en zo vertellen ze dat ze contact met ons zoeken. Erg leuk van die buitenaardsen, maar als ik niet gauw wat te eten krijg, dan ga ik dood van de honger. Oh, hela, wat is dat? Een bot! Ben je het met me eens dat het water is? Leidingwater nog wel. Kijk, Balthazar, een teken van beschaving. Welke maloot legt er nou een waterleiding aan in de ha-ha-ha-woestijn? Ik eet mijn snor op als dit niet het werk is van die buitenaardse. Gompie, wat spannend zeg! Ga je gang, semafoor. Dit is je kans om met ze in contact te komen. Zo, lui. Hoe gaat het ermee? Wat een leuke manier van verwelkomen hebben jullie. Nou, met ons gaat het goed. En hoe gaat het met jullie? Welkom op aarde. Ik heet semafoor, wetenschapper. Semafoor, semafoor, semafoor. Ja. Precies, bakker. Ik heb nog nooit zulke goedgelovige lui gezien. Het is maar een waar genoegen om een buitenaardse vriendschap te sluiten. Oh, gouden stranden en blauwe zee. Dit is een prima plek, agent. Parkeer de parasol. Oh, moet je kijken, daar is een televisieploeg bezig. Oh, dat is de ploeg van de verborgen camera. Ik heb nooit begrepen hoe mensen zo dom kunnen zijn om daarin te trappen. Oh, kijk, we zullen nu gewoon laten lopen. Het lukt, het lukt. Zeg. Die zoffert strapen erin. Oh, dat is dommel. Krijg nou wat! Ik kan haast niet geloven dat ze het zijn! En ze wilden niet met ons naar het strand. Het is een genoegen u te ontmoeten, meneer Semafoor. Het genoegen is geheel aan mijn kant, Mars, meneer. Zo, dus, we worden nog beroemd op deze manier. Semafoor! Breek met mijn klop! Dat zijn Jerry en Bobby. En de agent en mevrouw Beatrix. Vertel op, semafoor, hoe komen jullie hier terecht? Hoe we hier terecht zijn gekomen? Vertel maar liever hoe jullie hier midden in de ha-ha-ha-woestijn terecht zijn gekomen. Hoezo, ha-ha-ha-woestijn? We zijn toch in Zandrug aan zee? Wat? Zijn we gewoon in Zandrug aan zee? Hey, jullie hebben ons hele programma verpest. Dit is onvergeeflijk. Dat was niet de bedoeling, heren. Welk programma? En hoe komen die marsmannetjes eigenlijk hier? Mars, en het ging net zo lekker. Oh,
schrikken. Voorzitter, is toch maar uitdrogen van je aard.